Hi, ben ik weer. Ja, ik kreeg werk overdag en 's avonds probeer ik wel wat research te doen en wat dan ook. En te vroegen een aantal collega's via Connie. Die zit nu een beetje aan het bloggen en als hobby. En kan jij niet uitzoeken wat er misschien de basis is om te beginnen met make-up spulletjes? Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb een aantal blogs zitten lezen. En toen kwam ik een lijstje tegen en die heb ik overgeschreven. En ik zou jullie laten zien wat zeg maar de basis is om te hebben in je make-up tasje. Het schijnt iedere keer wat in mijn bril. En anders doe ik hem af en dat is vervelend. Kijk, dit is niet leuk, want dan zit ik te knijpen. En draai. Zo'n beetje. Nou. Dus, sorry. Beetje zo. Nou, het is heel erg vervelend. Ik weet niet hoe ik dat... ben ik een beetje misschien te donker. Maar... ja, het is te uit. Zo. Kijk het zien. Oké, dan ga ik nu beginnen. En dan laat ik zien wat zeg maar het begin is van in je make-up tasje. Ik heb natuurlijk een hele grote make-up kast en daar zit alles in. Om mee te beginnen moet je sowieso een pincet hebben. Om zeg maar de plukjes bij je wenkbrauw weg te halen. Om ook gelijk goed te shapen. Die heb je nodig. Een nagelvel, dat ben ik vergeten. En... de volgende keer zal ik laten zien voor je nagelverzorging. Maar in ieder geval... pincet. En dan heb je ook zeg maar een concealer nodig. Dit is de concealer van Essence. De 16 Long Lasting Concealer. Die is maar een paar euro. Dat is echt niet veel. Ik moet je wel zeggen, probeer wel de kleur bij je huid te vinden. Want als je te licht doet en je hebt een donkere huid, dan is dat niet goed. Als je nou een te lichte huid hebt en je doet een donkere, is ook een no-go. Je kan er wel mee shapen dan, maar niet onder je ogen. En dat is zo'n applicatortje. Dus zoek er wel eentje uit die bij je past. En probeer het een beetje te matchen met je nek, zou ik zeggen. Doe het dan even zo en dan kan je precies zien of het goed is. Dan heb je ook nodig... ik heb hier een SOME BB Cream Light 5-in-1. Tint 15 SPF, 50 milliliter. Deze heb ik bij de Action. Hij is best wel fijn, moet ik zeggen. Het is echt een crème. Maar niet echt zo zwaar, moet ik zeggen. Probeer het ook in ieder geval. Dus deze is wel goed voor mijn huidskleur. Ik heb een beetje een roze-achtige toon. Dit is de kleur. En als ik hem zeg maar insmeer, dan kan je het zien. Ik vind het een hele fijne BB-cream, moet ik zeggen. Dus deze. En dan heb je natuurlijk ook, als je oogschaduw gebruikt, heb je zeg maar... dit is een Prep and Prime and Fine oogschaduwbasis. Deze is van Catrice. Die is zo'n 3 of 4 euro. Je hebt ze ook van Essence. Dat is een, zeg maar zo'n dingetje. Dat staat er dan op. Dat is dan met een zwarte ding. Die werkt voor mij persoonlijk niet. Ik heb deze nodig. Dit is zeg maar een
een dikkere substantie, zeg maar. Omdat ik zeg maar heel goed daarvoor mijn ogen moet schoonmaken en droogmaken. Want ik weet niet of ik het kan zien, maar ze zijn zo nu en dan kan het heel vettig zijn. En ja, dan is het beter om deze te hebben dan die van de Essence. Zo'n vloeibare. En ja, wat je dan nog meer nodig hebt is zeg maar om, als je je BB cream op hebt of je foundation, zorg wel dat het gelijk matcht. Probeer het op de een tubetje, een tester te pakken waar je zeg maar een klein likje op kan doen en dan even in de spiegel moet kijken dat het matcht met je... Doe het op je kaaklijn en dan moet het matchen met je nek. Want je nek is natuurlijk altijd een stuk lichter als je gezicht. Dus het moet wel goed matchen. Want als je hier het donker doet en hier is het licht, dan heb je echt een pannenkoekvorm. En dat is dan helemaal geen gezicht. Om dat zeg maar te monteren, heb je deze transparante poeder nodig. Deze is van Essence. Hij is heel erg fijn en heel erg betaalbaar, moet ik zeggen. Dus... deze, die vind ik heel fijn. Catrice heeft er ook een. Die vind ik ook heel erg fijn. Dus ja, heb je niet veel te besteden, ga hem bij Essence halen. En ja, en anders moet je gewoon een keer vragen voor je verjaardag. Dan vraag je geld en dat je dan zeg maar kan halen. Als je de basis op hebt gedaan, dan heb je natuurlijk ook oogschaduw nodig. Nou gaan deze paletjes wel heel erg bekend eruit zien. Want die heb ik net laten zien in het vorige filmpje. Dit zijn de twee dan. Nou, die kan je makkelijk gebruiken als begin van oogschaduw. Deze heb iets donkere kleuren. Zie je? Ik hoop dat je het kunt zien. Zo. En dan moet ik het even... deze. En dan heb ik ook nog deze kleuren. Zeg maar voor overdag, die zijn een stuk meer natuurlijk en wat lichter. Die vind ik ook heel erg mooi, moet ik zeggen. En ja, als je dan je oogschaduw hebt gedaan, dan kan je ook zeg maar alvast oogpotlood. Of een eyeliner gebruiken. Ik gebruik het liefst eigenlijk een oogpotlood, maar ook heel zelden een eyeliner. Dan heb ik liever een eyeliner met een soort stiftje eraan, geen kwastje. Die vind ik persoonlijk beter. Dan weet ik niet of deze dit heeft. Moet ik even kijken. Ja, die heeft zo'n puntje. Die vind ik beter dan zo'n kwastje. Een kwastje kan niet werken. Ik schiet altijd uit. En als jullie zien, mijn oogleden staan heel erg naar beneden. Kijk. Dus. Zie je? Dus als ik te dikke eyeliner doe, of zeg maar een wing, dan valt het helemaal weg. Dus ik gebruik meestal een oogpotlood. Die kan je meestal altijd een beetje vervagen. Dan kan je wel een kleine wing geven, maar die kan je dan een stukje vervagen. Die vind ik persoonlijk makkelijker om te gebruiken. Dat is deze. Dan ben ik ook benieuwd naar die eyeliners van Mua. Dus ja, die wil ik ook een keer gaan proberen. Als je dat dan gedaan hebt, dan kan je zeg maar, als je gematteerd hebt, dan kan je een beetje shape, warm gezicht toon maken met een bronzer. Deze is van Make Every Day Happy Day. Nou, deze is dus van Jip en Janneke. Deze is van de Hema. En ik vind dit een hele mooie bronzer, tap en shimmer, maar hij is ook een beetje gemat, een beetje matter. Als je dat gedaan hebt, dan kan je zeg maar bijvoorbeeld je wenkbrauwen doen. Dan kan je het met twee dingen doen. Je kan het met eyebrow filler doen. Nou weet ik niet of je hebt ook gewoon een gel. Die kan je ook nemen. Die heb Essence en Catrice. Essence is goedkoper erin dan Catrice. Dus dit is die brouwfiller. Ik vind het heel fijn. Soms heb ik geen zin om de poeder te gebruiken, zeg maar. En dan gebruik ik 's morgens heel snel deze.
Dus ja, dan heb ik toch een beetje mijn wenkbrauwen eraan. Ik zal deze even laten zien. Hier zit zeg maar een heel klein pincetje in en een kwastje. Een schuin afgezeden kwastje met een spoelertje. Dan kan je zien dat ik deze wat vaker gebruikt heb. De twee kleuren. Daarvoor doe ik zeg maar de lichte kleur en daarachter doe ik zeg maar de donkere kleur. Soms mix ik ze nog wel eens. Als je dat gedaan hebt, dan kan je natuurlijk ook nog op je wangen kan je een hele mooie blush doen. Deze is van Max. Dus deze, ik zal het even open doen, misschien dat het makkelijker gaat. Dus deze kleur, vind ik een hele mooie kleur trouwens. En deze is pink. Je hebt ook nog een oudrozige, die is ook heel erg mooi, maar deze vind ik ook mooi. Pas op, ze zijn heel erg gepigmenteerd. Dus denk erom dat je niet en flink gaat, dan heb je natuurlijk een clown gezicht. Dan kan je weer opnieuw beginnen. Het enige wat je dan kan doen is weer opnieuw beginnen met een beetje BB cream of andere poeder. Als je dan zeg maar je blush hebt gedaan hier zo, dan kan je hier zo op je botlijn hier zo, als je hier zit, kun je een hele mooie highlighter doen. Sorry dat hij een beetje vies is, maar ik heb deze bij Douglas vandaan en ik vind het een hele mooie. Het is een shimmer powder, zeg maar ik gebruik het meer als een highlighter. En dat vind ik veel beter als dat ik hem gebruik als shimmer poeder over mijn hele gezicht. Wat je dan kan doen is zeg maar... Nou mis ik wat. Ik ga even hier uitpakken. Is zeg maar een lipstick. Op je lippen doen. Een matte of een andere kleur, dat hangt er vanaf. Als je helemaal wil matchen met je kleding, kan je dat ook doen. Dan moet je wel de goede oogschaduw en dingen bij hebben. En je kan ook gewoon de balm, een lippenbalm. En die geeft ook, zeg maar, kleur af. En ja, als je heel snel wil zijn, net als ik, 's morgens als je naar je werk moet, kan je hem gebruiken. Dan zit ik natuurlijk weer helemaal onder. Nou ja, handen wassen en dan kan je daarna kan je mascara opdoen. Ik heb deze nu uit ergens van die boxen. Deze is Golden Rose Mega Volume Length City Staal Mascara Volumieuze Lengte Curling. Tegenwoordig heb je ook kleurmascara. Dit heb een heel raar borsteltje, als je kan zien. Hier is hij heel dun en dan hier gaat hij heel dik. Is echt, je moet hem echt zo doen. Je kan niet even gauw zo doen of zo doen. Nee, je moet echt heel voorzichtig moet je zo omhoog doen. En dan, ja... Dat zijn de dingen die je zeg maar in het begin kan gebruiken. Naar de hand kan je het zeg maar iedere keer aanvullen. Je hebt ook nog andere dingen, primers en weet ik van allemaal. Sorry. Mijn stem slaat een beetje om. En dat is het begin wat je eigenlijk zeg maar kan hebben. Sorry, even een momentje. En dat ik zo dichtbij kom. Proost. Oh ja, deze heb ik gekregen van mijn mannetje. Deze kan je krijgen bij de Xenox. En ik heb ook de tap dingetje. Alleen hij lekt, dus ik moet hem even vastzetten. Ik vind hem super lekker. Dit is trouwens Slimpy. En er zit geen suiker in, dus het is heel lekker. Oké, nou. Ik denk dat ik gewoon door kan gaan met de gezichtsverzorging. Beginnende gezichtsverzorging. Wat ik altijd doe, 's morgens als ik wakker word, dan neem ik de Purity Foam Face Wash, deze. Je hebt natuurlijk ook van Nivea of andere merken, dus ga daar zeker naar kijken. Deze had ik in een box, dus ja, ik vind hem heel erg fijn. Alleen,
Volgens mij droogt hij van mijn huid een beetje uit, maar ik maak hem gewoon op. Deze kan je ook kopen bij de tuinen, maar daar is die heel erg duur, moet ik zeggen. Dus probeer die van de Nivea even, want die is ook goed. Heb ik gehoord en heb ik ook gelezen. Dus er zijn heel veel... Kijk. Als je ziet, het gaat ook gelijk schuiven. Sorry, ik ben vergeten om wat uit te zetten en... Volgens mij gaat dat de hele filmpje door. Neem me niet kwalijk. En anders, so be it. Ik ga het er niet uitknippen ook. En dan, zeg maar, doe ik 's avonds scrub ik. Dat is een all-in extra diep reiniging gel van Nivea. Dat is deze. Dat is een substantie. Ik zal het even laten zien. Dat ziet er zo uit. Zie je? En als je dat dan zeg maar gebruikt. Dat is zo. Goed. Dan ben ik weer een van die domme meiden die dan weer geen doekje heb of wat dan ook. Nou, dat komt zo wel. Dat ruikt in ieder geval lekker op mijn hand. Kan het intrekken. Dat is dan zeg maar wat ik 's avonds doe en dan met een washandje eraf halen met lauw water. Wat ik dan doe is zeg maar PCL Fluid. Dit zijn probleemoplossende verzorgende voor huid met speciale behoeften. Licht structuur, niet vet. En dit is PCL Fluid ondersteunt het natuurlijke herstel vermogen van het huid bij het meeste uiteenlopende huidtypprobleempjes zoals kwetsbaar, gevoeligheid, huid en onrustig. Vlekkerig en geïrriteerde huid. Dit is een hele goede crème. Ik heb daar een dag- en nachtcrème van gehad. Zeg maar voor 40 plus, je hebt ook voor 30 plus. Dus je moet wel huidverzorging kopen wat bij jouw huid past. Ik heb natuurlijk nogal, als jullie nu zien, nogal een onrustige huid. Het is heel erg droog hier zo. En bij mijn neus dus. Ja, dan gebruik ik deze. Dit is een hele fijne crème, moet ik zeggen. Hij is niet goedkoop. Ga hem ook altijd kopen als die in de aanbieding is. Nu is die geloof ik ook in de aanbieding bij Trekpleister geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker. Dan moet je heel even kijken op www. Reclamevolgers.nl en dan ga je naar drogisten en dan kan je zo de nieuwe folders bekijken. Wat ik dan ook gebruik, dit heb ik dan uit een box. Dit is zeg maar anti-wrinkle oogcreme. Dat is deze. Dat is gewoon een oogcreme, daar heb je niet heel veel voor nodig voor je rimpels. Nou, en dan doe ik dat dan hier zo een beetje deppend erop en dan laat ik het goed intrekken. En wat ik nu tegenwoordig doet, als de zon schijnt, dan heb ik deze van Bier de Mol. Dan zou je zeggen, ja, dan heb je er weer met de Bier de Mol. Ja. Een zichtverzorging SPF 50 met een zeer hoge bescherming van de UVA en UVB voor het gezicht. Deze is speciaal voor het gezicht. Niet voor je lichaam, moet ik zeggen. Maar hij is nog niet op. En oké, het mag wel duur zijn, het mag wel een paar centjes kosten. Ga kijken, want het is nu als goed is ook in de aanbieding. En ik vind het een hele fijne crème. Ik doe het altijd als ik dat gedaan heb. En deze is ingetrokken. En deze is ingetrokken. Er vallen wat flessen. Dan doe ik deze op. En dan doe ik de rest, zeg maar, mijn foundation of mijn BB cream die ik op dat moment wil gebruiken. Dat is dat dan. En voor lichaamsverzorging zal ik er ook maar gelijk bij doen. Dus gelijk één hele lange film. Dan heb ik het ook gehad. In de wintermaanden zeg ik, gebruik ik deze. Dat is de Kanye Body Intensive 7 Days Smoothing Milk Lat Crème. Oh, mijn Frans is zo vreselijk. Ik ken helemaal geen Frans. Ik kan alleen maar Engels. Dat is deze, zeg maar. Laat ik even zien. Wacht even. Dat is die. Van deze. En die ruikt heel erg lekker.
moet ik echt zeggen. Deze ruikt super, super lekker. Hij is nog niet op. Zoals je hoort. Dus ja, dan gebruik ik die. Deze gebruik ik ook door de week, zeg maar. Als ik zeg maar heel snel gedoucht heb. En dit is zeg maar Zamaclo voedende lotion. En het zit een met een met een zelfbruiner erin. Deze vind ik heel erg fijn van Dove. En ja, ik gebruik hem best wel. Kijk, want je kan het ook zien. Ik had het opschoongemaakt, maar dat schijnt dus niet zo te zijn. En die gebruik ik heel erg graag. En dan gebruik ik de Dove Invisibility Dry. Dit is een roller. Ik vind een spuitbus vreselijk. Ik gebruik het liefst een roller. En ja, welke de in aanbieding is, welke in aanbieding is. Ze staan ook zeg maar bij de Action. Daar zijn ze niet zo duur. Dus ja, prima, doet ze werk. En ik zweet niet. En dat is plus, 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 plus allemaal. Zo, op dit moment ben ik klaar met kletsen. En zou ik zeggen, geniet lekker van het weer en geniet van de week. En geniet ook lekker van je Pasen, van je Goede Vrijdag. En ja, ik ben de komende weken lekker vrij. Dus ik kan misschien lekker gaan bloggen en dingetjes doen. En ik ben ook bezig om dingen op te ruimen. Het schiet al aardig op, moet ik zeggen. Nog niet helemaal, maar stapje bij stapje komt er steeds meer ruimte. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Abonneer lekker op mijn kanaal en ik hoor over reviews of wat dan ook. En als jullie wat willen weten, dan ga ik zeker iets, een zoektocht naar doen en dingen lezen wat jullie willen. Als jullie zeg maar gewoon andere dingen willen weten, vind ik het ook prima. En ja, op dit moment heb ik nu niks meer te zeggen. Alleen maar te zeggen,